je ziet ben ik bezig geweest met introotjes te maken. Een slot, een einde wat te maken. Dat zie je zo meteen. Ik ben nog niet helemaal tevreden, maar de eerste stap is gezet. Wat een uitzoekerij. Maar toch ook alweer leuk om te doen. En voor mij kwam het even goed uit, omdat ik vrij slechte dagen heb gehad. Dus dan kon ik me daarmee bezighouden. Nu gaat het ietsje beter, dus dan kan ik het nu een keer even zittend doen. Dat vind ik toch wat makkelijker dan liggend op mijn bed. Maar ja, dan moet ik het wel voornamelijk doen, helaas, door mijn chronische pijnen. Maar dat terzijde, ik wil jullie als eerste even wat laten zien wat we in de video's hebben gemaakt, hoe het opgedroogd is. Mijn excuus, ik weet niet meer precies welk videonummer het was. Had ik even moeten opzoeken, maar ik ben weer iets te enthousiast. Dit zijn de twee kleintjes uiteindelijk geworden. Totaal wat anders dan dat jullie in de video hebben gezien. Dit is trouwens niet echt goed canvasdoek, want de zijkanten laten een beetje los. Maar om weg te geven vind ik ze dan toch wel weer erg leuk. Wat ik jullie ook wil laten zien is het doek waar de barst in zaten door de PVA-lijm. Dat je dus als pouring medium PVA-lijm of in Amerika de Elmer's Glue gebruikt. Althans, bij mij gaat het barsten. Alleen ik heb hier heb ik eerst de pouring medium van Liquitex over gedaan om het nog meer te laten glimmen. En in de hoop dat ik een beetje de barst op kan vullen. Dat is gelukt. Daarna heb ik een glansvernis eroverheen gedaan. Dus op zich valt het mee, maar het hoort niet en echt mooi is het ook niet. Dan wil ik jullie laten zien de verf van de Action, de Van Bleiswijk. Dit is dus het eindresultaat. De kleuren zijn nog wel fel, maar niet zo fel dat ik klaar was. En hier heb ik ook Floetrol in gebruikt, maar je ziet dus geen cellen. Dit is ook waar Annemarie Ridderhof het laatst in de video's over heeft. Dat je dus, wanneer je dus geen cellen kan krijgen, dat is dus ja, een beetje hierdoor. Dat is die. En dan heb ik er hier nog een paar die ik jullie nog wil laten zien. Dat was deze. En deze. Die heb ik toen uiteindelijk, want ze waren gewoon totaal mislukt, dat het verf op het blaadje lag, heb ik ze zo erin geduwd en zo eruit getrokken. En dan heb ik toch nog wel een grappig effect, zoals je ziet. Dan hebben we deze nog. Hier heb ik glitters op gedaan. Ik weet niet of je het ziet, alleen jammer genoeg heb ik hier een hele brede stok glitters gedaan en het niet beter verdeeld. Daarom vind ik hem niet zo goed gelukt, maar hij is bij mijn kerstlichtjes daarachter, vind ik hem toch wel leuk om eruit te zien. Ten slotte hadden we de goud, koper en brons op het witte doek. Deze moet ik nog wel afwerken, omdat hij net klaar is met drogen, maar ik wil hem nog even wat beter laten drogen voordat ik de siliconen schoonmaak. Doe je dat te snel, dan kan je dit ook gaan uitvegen in het wit. En dat vind ik zonde. Maar ik vind hem erg goed gelukt. Hij is nog een beetje uitgelopen, maar niet te veel. En dan hebben wij een mooie eerste keer met het rietje. Waar ik achteraf ook gewoon met een veun het zo het weg kunnen blazen. Maar ik heb dat met een rietje gedaan. Nou, ik ben daar niet tevreden over. Dus ik wil hier in de toekomst nog iets overheen gaan doen. Maar dat komt er nog wel. En nu gaan we beginnen. En ik heb eigenlijk geen idee wat ik wil gaan doen. Ik heb wat kleuren gemengd. Vrolijke, allerlei kleuren. Roos, weer mijn goud, koper en brons. Als tegenkleur heb ik donkerpaars. Nou ja, we gaan het wel zien. Ik ga gewoon beginnen. En we kunnen de traditionele Dirty Pour Flip Cup gaan doen. Ik kan het ook in een kartonnen bekertje gaan doen, zodat ik dit kan samenknijpen en dan zo rondjes kan draaien. Maar ik denk dat ik dat toch maar een volgende keer ga doen. Ik denk dat ik toch maar eerst weer hier vanaf het begin ga beginnen met de Dirty Pour. Je kan dit met gesso doen, maar dat hoeft niet, want er zit al een gesso laag overheen. Sommigen vinden dat wel fijn om erop te doen, omdat ja, het verf dan wat meer vloeit. Ik doe dus vaak eerst een laag je verf al erop. Het enige nadeel is wel dat tijdens het drogen vloeit het dan vaak nog wel langer door. En doe je het niet eerst het laagje verf eroverheen, dan vloeit het nu weer iets langzamer, maar dan vloeit het ook minder uit. Dus dat ga ik nu doen, omdat ik elke keer
met een laagje verf bezig ben geweest, ga ik het dit keer niet doen. Dit keer ga ik het zo hop, op dit doek doen. Dus hier hebben we mijn beker. Dan ga ik wel beginnen even met een lichte kleur. Normaal gebruiken we wit en ik heb een iets andere kleur. Zo. Dat is die. Nou, ik heb het dus al in mooie bakjes zitten. Dat heb ik dus al eerder gemengd. En ik merk als ik de verf eerder meng, dus een dag van tevoren of twee, dat het dan toch, ja, beter tussen haakjes werkt, want je hebt minder luchtbelletjes. Nou, ik heb geen idee wat dit wordt eigenlijk. Ik had gewoon zin in allerlei kleuren roze. Dus, wat gaan we doen? Maar ik zie wel dat ik er wel wat meer in mag doen, want dit is ook een beetje weinig. Zo. En mijn verf meng ik dus altijd met de Floetro. De Floetro kan je halen bij de verfwebwinkel. Maar ja, daar kan je natuurlijk eigenlijk alleen maar de Floetro kan je daar alleen maar halen. Kijk, ik doe trouwens dit nu zo hoog mogelijk, zodat je al iets van een soort van patroontje in de beker krijgt. En de Floetro kan je ook kopen bij martinbrinkhuis.nl. Daar kan je van alles kopen voor acrylverf. We hebben vaak goede aanbiedingen. Ook voor de goede canvasdoeken. De acrylverf. De Floetro, zag ik. Kan je ook bij bol.com bestellen. Niet doen. Normaal kost de Floetro rond de 19 euro. En bij bol.com zag ik hem staan voor 31 euro en 5 cent. Dus echt, dat is gewoon te schandalig. Maar ja, dat komt meestal tegenwoordig bij bol.com. Als het van bol.com zelf is, zijn de prijzen gewoon de normale prijzen. Staat erbij dat het door een derde partij wordt verstuurd, dan is de prijs vaak duurder, is mij opgevallen. Dus als je een bedrijf ziet staan, ga dan gewoon naar het bedrijf zelf toe. En dan zie je dat je product veel goedkoper is dan dat ze hem bij bol.com aanbieden. Ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar ik wil jullie toch even ervoor waarschuwen. Nou, natuurlijk mag ik dit zeggen. Ze zullen er alleen niet zo blij mee zijn. Dus niet Floetro bestellen bij bol.com. Nou, ik ben ondertussen gewoon door mijn beker aan het vullen. Volgens mij, ik heb echt geen idee hoe dit gaat worden. De oranje doe ik hem er niet door. Die hebben we allemaal al een beetje gehad. Nou doen we nog een klein beetje meer. Want ik heb nu natuurlijk een iets groter doek dan dat ik naast mijn bed heb. Dus moet ik natuurlijk nu even mijn beker meer vullen. Dat is eventjes wennen. Dat is sowieso het wennen van hoeveel verf heb je nou nodig. En vaak gebruik je te veel. Maar toch kan je beter te veel hebben dan te weinig. En van het verf wat je overhoudt, wat er zometeen hier op dit papiertje valt, kan je altijd nog hele leuke dingen mee doen. Maar daarover later meer. Nou, mijn bekertje is denk ik goed gevuld. Ik weet niet of helemaal goed gevuld is. Ik pak mijn doek. Ik pak mijn beker. En ik draai hem op. Dit noemen ze dus een dirty pour, omdat dus alle kleuren in één beker zitten. En een flip cup, omdat ik hem dus nu zo omdraai. Dan moet je twee tel even wachten dat het verf goed kan zakken. Als ik nu de beker zo optil, dan krijg je al dat wat nog nadruppelt in de beker, valt dan in jouw patroontje wat er ligt. Ik vind dat niet mooi. Dus wat doe ik, en dat gaat nu dus wat stroever, omdat hier dus geen verf al op zit, of geen gesso dan. Want ik ga hem duwen en trekken. En dat zal nu wat stroever gaan, maar we zullen zien. Ik ben benieuwd wat eruit komt. 1, 2, dat is duwen. Oh, hier is hij al mooi. Nog een stukje duwen. En dan trek ik hem terug en dan laat ik hem los. Wow. Kijken hoe de cel, althans, die beker, maar het is vaak zijn die bekers zo mooi aan de binnenkant. Het is omdat ik gewoon te klein woon, want anders had ik echt al die bekers bewaard en daar wat mee gedaan. Hetzelfde is al met die roerstokjes die je gebruikt. Die hebben natuurlijk ook allemaal van die leuke kleurtjes zoals je ziet. Ja, ik kan ze natuurlijk ook trouwens, bedenk ik me net, gewoon laten drogen nog een keer gebruiken. Maar daar zou je toch eigenlijk ook iets leuks mee moeten kunnen doen.
Die kan ik nog wel bewaren. De bekers helaas niet. En nou ben ik alleen. Nu heb ik hem dus eigenlijk ouderwets. Zo begint eigenlijk iedereen. Maar als je het vaker gaat doen, doe je eigenlijk op het moment dat je de beker op zijn kop hebt staan. Pak je hem meestal de witte verf. En dan ga je dat alvast een beetje eromheen doen. En dat ben ik dus nu vergeten. Maar moet je eens kijken wat een cellen die al geeft. En dit vind ik dus zo mooi. En het moeilijke hiervan is, het is zoals je ziet gewoon te weinig verf, dus toch. Maar ik moet hem natuurlijk gaan bewegen. En op het moment dat je gaat bewegen, kun je die cel een beetje overrekken. Dat is ook niet erg. Maar als je te veel beweegt, wat ik vaak in het begin heb gedaan, dan ben je ze kwijt. Nou, ik zie dus al dat ik te weinig verf heb. Dus ik ga hier vast verf omheen doen. En dan hoop ik ook dat ik hem... Oeh, dit is wel een beetje dik. Oh, zie je, daar gaat dus al zo'n druppeltje. Wat je dus normaal of je beker hebt. Nou ja, één druppel is niet erg. En dan hoop ik dat ik hem... niet... zoveel hoef te bewegen. Zo, dit verdelen we vast. En dan moet ik op mijn tijd letten. Daar ben ik nog niet uit waarom ik maar een kwartier kan uploaden naar YouTube en niet langer. Zo. Nou, op hoop van zegen dat het toch nog... Oeps. Rustig, Liane. En dit moet je dus eigenlijk een beetje met beleid doen. Want anders, zie je, ze worden al groter. Nou, dat is fijn. Dat is leuk. Maar je wil ze niet overrekken. Of dat je ze kwijt bent zoals ik dat nog wel eens kan hebben. Nou, hij gaat hier mooi over die rand heen. Dan doe ik hier meteen een die. En dan doe ik hem een beetje deze kant op. En dan wil ik niet dat het verf helemaal eraf gaat. Dus nu zet ik even mijn hand daar. En dan kan je eigenlijk zo'n kartonnen hoekje doen om het op te vangen. Zo'n catch corner wat ze allemaal noemen. Dat is dus gewoon een hout dingetje wat dan het verf tegenhoudt. Wat ik eigenlijk nu met mijn hand doe. Nou, die kant is wel goed. En dan moet ik hem rustig. Oep, zie je, ze worden al groter. En ik hoop zo dat ik dit niet... weer gaan verpesten. Hij wordt trouwens wel heel donker. Want ik vind dit toch wel hele mooie kleuren. Oké, die is ook klaar. De randjes doe ik zo meteen wel. Oh, en ik moet opschieten ook. Nou, dit is natuurlijk wat minder dat ik nu op moet schieten. Want je moet het eigenlijk langzamer doen. Maar ja, aan de andere kant kunnen daardoor ook weer niet mijn filmpjes te lang worden. Dat is voor jullie natuurlijk ook niet echt... dat het misschien voor jullie gaat vervelen. Dus dat voorkom ik hier ook mee. Nou, ik vind het nou wel goed verdeeld. Zoals je ziet zijn de cellen natuurlijk een stuk groter geworden. En wat ga ik nu natuurlijk doen? De brander, de gasbrander, de crème brûlée brander van de blokken. Om in principe aangekomen siliconen te verwarmen om je cellen te krijgen. Maar die hebben we genoeg. Dus nu is het alleen maar om de luchtbelletjes eruit te halen. Maar als ik hem nu te veel hier overheen ga doen, dan krijg ik allemaal van die lichte stipjes. En dat wil ik niet. Dus, nou, volgens mij valt het mee met de luchtbelletjes. Dus, en ik moet hem afsluiten.